Het Journaal Laat met Annelies van Herk. Heel goedenavond. De gezinnen die de voorbije 2 jaar zonnepanelen hebben laten plaatsen, voelen zich bedot. De Vlaamse regering had gezegd dat ze 15 jaar lang gebruik zouden kunnen maken van een terugdraaiende teller. Maar het grondwettelijk hof heeft nu beslist dat dat niet kan. Voor tienduizenden gezinnen is dat een streep door de rekening. Het gezin van Klaas heeft vorige zomer zonnepanelen laten leggen. Goed voor klimaat en milieu en voor de portemonnee, zo werd hem verteld. Vorig jaar hebben we te horen gekregen dat als we ze zouden leggen in 2020, dat we gedurende 15 jaar een terugdraaiende meter zouden hebben met de afrekening. Dat wil zeggen dat uiteindelijk binnen de digitale meter dat ze gingen kijken hoeveel hebben we effectief verbruikt, hoeveel hebben we opgewekt. En dan gingen ze dat van elkaar aftrekken om te kijken hoeveel dat we effectief van het net hebben gehaald. Maar dat systeem wordt nu afgeschaft. Klaas kan nu alleen nog maar de zonne-energie gebruiken wanneer hij ze opwekt. Alle extra energie die hij in de zomer opwekt, is hij kwijt. En in de winter zal hij moeten bijbetalen, omdat de zonnepanelen niet genoeg elektriciteit opwekken. 100.000 gezinnen zijn de dupe. Dat is bijzonder spijtig. Iedereen weet dat we toe zijn aan een energietransitie, dat die zonnepanelen nodig zijn om onze klimaat- en energiedoelstellingen te halen. Net daarom hebben die mensen die investering gedaan, wetende dat ze die binnen korte tijd gingen terugverdienen. Maar die terugverdienperiode loopt nu op en ook de energiefactuur kan duurder worden. Als wij de komende maanden niks gaan kunnen recupereren, op het einde van, ja, dan scheuren we daar ons broek aan. Dus ja, ik voel mij wel wat bedrogen. Niet zo aangenaam. Vlaams minister van Energie Demir beseft dat dit een vervelende situatie is voor veel mensen. En ze zal samen met de regering bekijken wat ze daaraan kan doen. Het heeft ook indirect gevolgen voor 470.000 gezinnen die nog een digitale meter moeten plaatsen. Een overheid moet betrouwbaar zijn. Mensen doen die investeringen op basis van de geldende regels. En de politiek mag hier niet te licht overheen gaan. En vandaar dat ik morgen naar de Vlaamse regering zal gaan om te kijken welke opties we hebben. De Britse variant van het coronavirus, die zeer besmettelijk is, is zich aan het verspreiden in ons land. En niet alleen bij mensen die op reis geweest zijn in het Verenigd Koninkrijk of contact hadden met zo iemand. Minister van Volksgezondheid Van den Broeke noemt dat zorgwekkend. Hij baseert zich op onderzoek van microbioloog Herman Goossens, die de werkgroep rond de testen leidt. Inderdaad, meer dan wat we tot vanochtend wisten. De BE17-variant circuleert ook in België. Hangt niet altijd samen met reisverkeer, maar soms wel. Wanneer die samenhangt met reisverkeer, is het niet altijd het Verenigd Koninkrijk. En dat moet ons inderdaad zorgen baren. Wij worden geconfronteerd met nieuw gevaar. Gevaar voor de vaccinatiestrategie en het vooruitzicht om weer normaal te kunnen gaan leven eens we allemaal ingeënt zijn, dat is er volgens viroloog Steven van Gucht niet. We moeten gewoon de maatregelen blijven aanhouden, want voor virussen is het helaas hoogseizoen. We zitten gewoon in een heel moeilijke periode van die pandemie. Januari, februari, maart. Ongeacht welke variant dat er is, dit is een zeer moeilijke periode. Dit is het griepseizoen normaal. Mm-hmm. Die virussen die spreiden gelijk gek. Dat hoort nu eenmaal bij de tijd van het jaar. Het zal nog even op de tanden bijten zijn nu. Maar dan gaat het beter gaan. Dankzij het vaccin, dankzij het feit dat het weer gaat verbeteren. En nee, dat hoeft helemaal geen... Op langere termijn is dat geen slecht nieuws. Okay. Het coronavirus dat veel patiënten en medewerkers van het Sint-Trudo ziekenhuis besmet heeft in Sint-Truiden, is het gewone virus dat we hier al maanden kennen. Onderzoek heeft uitgewezen dat het daar niet de Britse variant is. Uit de stalen die we hebben ontvangen van het Sint-Trudo ziekenhuis, daar vinden we geen speciale mutaties in of speciale varianten. Dit is het gewone virus, het gewone coronavirus wat circuleert in ons land al sinds maanden. Nu, die mensen hadden wel heel veel virus in zich. Hoe kan dat dan? Wel, wanneer je een beginnende infectie hebt, dan is het helemaal niet ongebruikelijk dat er hoge titers van dat virus aanwezig zijn. Pas op, dit virus heeft al 2 heel erge golven hier veroorzaakt. En dat betekent dat het heel besmettelijk is en dat er bij heel wat mensen ook heel hoge titers worden waargenomen.
Hoe is het op dit moment gesteld met de coronacurve hier? We halen er de dagelijkse cijfers bij. En die tonen hetzelfde beeld als de voorbije dagen. Meer besmettingen en iets minder ziekenhuisopnames. Afgelopen week waren er per dag gemiddeld 2083 nieuwe besmettingen, 28% meer dan de week ervoor. Er zijn in die periode ook wel 70% meer tests uitgevoerd. Per dag zijn gemiddeld 125 mensen opgenomen in het ziekenhuis met COVID-19 en dat is nu nog maar een daling met 4%. In totaal liggen er 1937 COVID-patiënten in het ziekenhuis en 360 van hen op intensieve zorg. Per dag sterven nu gemiddeld 53 mensen aan COVID-19. In Frankrijk zijn de coronacijfers gestabiliseerd, maar wel op een veel te hoog niveau, zegt de Franse regering. Elke dag worden er zo'n 16.000 nieuwe besmettingen geregistreerd. En daarom worden de maatregelen in Frankrijk opnieuw verstrengd. De avondklok vanaf 6 uur 's avonds zal vanaf zaterdag gelden in het hele land. En dat voor minstens 15 dagen. In 25 departementen was de strenge avondklok er al. In de andere 77 departementen mochten de Fransen nog tot 8 uur de deur uit. J'attends, je l'espère, plutôt un couvre-feu à 18h qu'un reconfinement. Parce que après deux confinements qui étaient un peu compliqués, surtout pour les étudiants, ça m'embêterait un troisième confinement qui nous empêcherait, enfin qui compromettrait vraiment le retour des cours à la fac. Alors, j'espère que les cours pourront reprendre, mais avec un confinement, c'est sûr que ce ne serait pas le cas. Een bijzonder strikte lockdown is er ingesteld in Libanon, in het Midden-Oosten. De komende 11 dagen gaat het land helemaal op slot. Zelfs om inkopen te doen mag niemand naar buiten. De ziekenhuizen in Libanon liggen vol covid-patiënten. Beirut vanmorgen. Van het eeuwige getoeter en de ellendige lange files lijkt er voorlopig even geen sprake. Tot 25 januari moet iedereen binnen blijven, letterlijk. يمنع الخروج والولوج الى الشوارع والطرقات اعتبارا من الساعه الخامسه من صباح يوم الخميس الموافق في 14/1/2021 ولغايه الساعه الخامسه من صباح يوم الاثنين الموافق في 25/1/2021. Maar een paar uur later zijn de files in Beirut weer helemaal terug. Het uitgaansverbod geldt niet voor werknemers van essentiële beroepen of wie naar de dokter moet. Maar de vraag is of iedereen zich daar echt ook aan houdt. Het aantal besmettingen loopt intussen verder snel op in Libanon en de ziekenhuizen liggen vol. Omdat ook voedingswinkels dicht moeten, is er volop gehamsterd. Iedereen die kan, heeft voor 10 dagen ingeslagen. Maar de grote zorg is hier juist dat er zoveel mensen zijn die geen geld hebben om voor 10 dagen boodschappen te doen. Afwachten of Libanon de coronacijfers weer onder controle krijgt. En nu, ik sadly, en met een hart broken over wat dit means to our country. Of a president who would incite insurrection will sign the engrossment of the article of impeachment. En zo is de Amerikaanse president Trump door het Huis van Afgevaardigden aangeklaagd voor zijn rol bij de bestorming van het Capitool in Washington vorige week. Dat maakt hem de eerste president die 2 keer in beschuldiging wordt gesteld, of impeached, zoals dat heet. De aanklacht luidt aanzetten tot rebellie. Het is nu aan de Senaat om het proces tegen Trump te voeren. In het debat in het Huis van Afgevaardigden dat aan de stemming vooraf ging, kwam er ook uit republikeinse hoek wel kritiek op president Trump. The president bears responsibility for Wednesday's attack on Congress by mob rioters. Maar de meeste Republikeinen vonden het toch geen goed idee om voor impeachment te stemmen, om Trump in beschuldiging te stellen. Uiteindelijk waren er 10 die met de Democraten meestemden. Het eigenlijke proces tegen Trump gaat nu naar de Senaat, maar de kans dat hij nog wordt afgezet voor zijn ambtstermijn afloopt, volgende week woensdag is dat, is heel klein. Na de stemming in het huis kwam de president met een videoboodschap en sprak hij zich duidelijk uit tegen gewelddadig protest. There is never a justification for violence. No excuses, no exceptions. Like all of you, I was shocked and deeply saddened by the calamity at the Capitol last week.
Trump zei wel niets over de impeachmentstemming, maar wellicht was de boodschap toch aangekomen. Weer naar eigen land. Na de rellen van gisteren in Schaarbeek zijn 116 mensen opgepakt. 4 van hen zijn intussen ook aangehouden en daar zijn 2 minderjarigen bij. De rellen begonnen na een manifestatie voor meer uitleg over de dood van een man van 23 zaterdagavond, nadat de politie hem had opgepakt. Jongeren koelden hun woede op de politie. Er werd onder meer brand gesticht in een politiekantoor. Bij het oproer raakten 15 agenten gewond. We gaan alle beelden analyseren en we hebben dus ook alle identiteiten van die personen die werden bestuurlijk gearresteerd. En we gaan nu met dat onderzoek proberen die mensen te linken aan de schade, aan de feiten van gisteravond. In het gerechtsgebouw in Mechelen is het proces begonnen tegen tv-maker Bart de Pauw. Hij wordt ervan beschuldigd vrouwen te hebben lastiggevallen met talloze seksueel getinte berichten. Officieel luidt de aanklacht elektronische overlast en belaging. Met welk gevoel kwam u naar hier vandaag? Dat is al 3 jaar lang heel moeilijk. Maar goed. Normaal zou vandaag bepaald zijn wanneer er gepleit kan worden, maar de advocaten van de Pauw hebben gevraagd om de geheime getuigenissen van aanklaagsters Lisa Naert en Maaike Kafmeijer te mogen inkijken. De rechtbank moet daar nu eerst over beslissen. Pas dan kan een datum vastgelegd worden. Mijn cliënt had het over de feiten. Wel, de feiten houden in alles wat in het dossier zit. Wij wensen dat alles wat in het dossier zit aan ons bekend wordt gemaakt, zodanig dat wij kunnen op basis van dat volledige dossier onze verdediging voeren. We hebben van de rechtbank gevraagd, daar gaan we nu uitspraak over doen. Wij hopen dat wij alles kunnen zien. Dat is het enige wat wij vragen. We vinden het ook jammer dat dit soort zaken de zaak alleen maar langer laat duren. Want laat het duidelijk wezen hoe sneller dit zou afgelopen zijn. Ik denk voor alle partijen zou dat goed zijn, maar dat hebben wij niet in de hand. Stijn Kolasny aan de piano, de dirigent en bezieler van het bekende meisjeskoor Scala. Nu optreden met het koor niet kan, heeft hij tijd om een soloproject uit te werken. Een eerbetoon aan klassieke muziek. De voorstelling zal online te bekijken zijn. Wij waren erbij op de laatste repetitie. Een bewerking van een compositie van Chopin, het typeert klassiek revisited van Stijn Kolasny. Hij brengt een ode aan de muziek waar hij mee opgroeide. Heel intiem met enkele strijkers en Stijn zelf aan een oude buffetpiano. Het instrument waarop je als kind leerde spelen. Ik wil de details ook horen van de hamertjes. En, een buffetpianoklank is totaal anders dan een grote Steinway of een grote concertmodel vleugel. En past hier denk ik echt beter bij. Projecties op het doek dat voor de muzikanten hangt versterken de sfeer die Kolasny wil creëren. Hij kiest voor heel rustige, eerder ingetogen muziek. Ik ga u eerlijk vertellen, met de eerste lockdown, al deze muziek heeft mij dan persoonlijk daardoor geholpen. Dus als het mij kan helpen, misschien anderen ook. Normaal zou Klassiek Revisited hier in Braschaat in première gaan. Noodgedwongen wordt de voorstelling opgenomen en kan je die later op internet bekijken. Al hoopt Kolasny zijn soloproject toch ooit live aan het publiek te kunnen voorstellen. Het is iets totaal anders dan Scala, maar ik mis ze allebei. Ik mis live publiek voor deze voorstelling en ik mis ook live publiek voor Scala. Maar we gaan ervan uit dat alles terugkomt. Morgen krijgen we droog maar koud weer met maxima maar net boven het vriespunt. En afsluiten doen we met een natuurspectakel uit Australië. Een amateurfotograaf ontdekte deze bijzondere bomenpatronen in een riviermonding aan Lake Kakora. Hij legde ze vast met een drone. De patronen komen tevoorschijn na een zomerstorm. Dan verliezen de theebomen rond de rivier hun olie. En die donkere olie loopt het water in en vormt als het ware een levensboom. Hartelijk dank voor het kijken en heel graag tot ziens. Thank you.
Met de VRT Nieuws-app heb je altijd betrouwbaar nieuws op zak. Download nu gratis onze app.